De Westerschelde is niet alleen de toegangspoort tot onze haven, het is ook een uniek natuurgebied. En net als in veel andere gebieden in Nederland en België, staat de natuur ook hier onder druk. Dat zien we in het aantal insecten. Insecten zijn een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van een gebied. En insecten zijn de afgelopen decennia in Nederland met 75% afgenomen. Nou, een van de soorten die het zwaar heeft is de bij. Van de 360 verschillende soorten in Nederland dreigt de helft te verdwijnen. Daarmee staat ook gelijk de voedselproductie onder druk, want bijen zijn belangrijke bestuivers van landbouwgewassen. En ook de veerkracht van de natuur heeft eronder te lijden. Verschillende natuurorganisaties werken nu met Noordseaport samen om de natuur in dit gebied te behouden en te herstellen. Alleen dan kan de haven zich ook op een verantwoorde manier ontwikkelen. En daarom zijn we dus begonnen met een eerste project, biomonitoring, waarbij we met behulp van bijen gaan kijken in een gebied van Noordseaport hoe het ervoor staat met de biodiversiteit. Die bijen die verzamelen pollen en die gaan we gedurende een jaar lang 4 keer analyseren. Dus we krijgen ieder kwartaal inzicht in wat is nu eigenlijk de diversiteit van de vegetatie op die specifieke locatie. En met die informatie kunnen we dus maatregelen gaan nemen om de biodiversiteit in dat gebied, maar ook in andere gebieden langs de Westerschelde te gaan verbeteren, te versterken, te vergroten. Ja, daarbij kan je denken bijvoorbeeld aan het veranderen, aanpassen van het maaibeleid of ervoor zorgen dat er condities ontstaan waarbij bepaalde vegetatie ook kan gaan voorkomen of dat je dat actief aanplant.